Geen pas de Europa Cup. Kluivert, ja! Van Persie, en die komt erin! Ja! Want Depay doet het met een Panenka. Goedemorgen, 27 juni van het jaar 2021, de dag. Vanavond om 6 uur in Boedapest, Nederland tegen Tsjechië. 18 finales van dit huidige EK. Daarover praten we met Suleiman Öztürk en alles wat er nog meer gebeurd is. En met Sander Westerveld, onder meer ex-international. Een man die heel succesvol is geweest met FC Liverpool. Gaan we over praten. Allereerst mag jij even een eigen foto uitzoeken uit het rijke verleden. Een eigen foto uitzoeken? Nee, we hebben een foto voor je uitgezocht. Oh, dat wil ik zeggen. Oh, ja. Oké. Okay. Dat is deze. Kijk maar, die bedoelen wij. Deze. Oh, ja. Ogen dicht, heel geconcentreerd. Ja, nou ja, goed. Kijk, dat heeft elke keeper die in de tijd van der Sarre heeft letterlijk heeft gezeten. Is dit natuurlijk een unieke foto. Dit is, dat is een elftal foto, dan sta je in de basis. En dat gebeurt nooit zo vaak. Dus dit is echt dit is het hoogtepunt, denk ik, van mijn... Bijna mijn carrière misschien. Ja, maar dit is... Nou, daar komen we nog op. Maar, ja, Liverpool 5 prijzen in een seizoen. Ja, Nederland zelf al is natuurlijk het hoogste wat je kunt meemaken. Ja, dit was de EK 2000. Ja. Nederland-Frankrijk. Ja. 3-2. Kun jij die wedstrijd nog herinneren? Je was je heel jong, hè? Ja, maar ik dacht de keeper van de Fransen. Was dat Lama? Bernard Lama. Kijk, ja. Dat is... Ja, dan, ja. Nou. Dat is een lange trainingsbroek. Ja. Ja, het was de derde wedstrijd uit de pool en... Nou ja, goed, ik heb al vaak genoeg verteld. Ik heb van 1999 tot 2004 bij het Nederlands Elftal gezeten. Ja. Op en aan. En ik heb maar 6 interlands. Tussen haakjes. Ja, van der Sarre speelde alle oefenwedstrijden. Was nooit geblesseerd. En, die wilde ook niet wijken. Die wilde ook niet. Nee. Nou, als je Casillas hebt, die is al 20 jaar keeper van het Spaanse elftal geweest. En dan heb je Reina, Valdés. Die hebben allemaal 30 interlands. Die spelen oefenwedstrijden. En, ze wonnen altijd de eerste 2 in de wedstrijd in de pool. Dus de derde wedstrijd speelde hij. Maar ja, van der Sarre die was... die wilde nooit zijn plaatje afstaan. Je hebt ook nooit gezegd, Edwin, zou je misschien wellicht eventueel vandaag niet willen keepen? Nee. Maar goed, kijk, het was Van der Sarre. Dus het maakte het wel een stukje makkelijker om achter Van der Sarre op de bank te zitten dan achter wie dan ook. Maar ja, goed, van die 6 interlands heb ik er dan ook nog 3 tijdens dat EK gespeeld. Maar heb je dan niet het idee bijvoorbeeld, roep mij maar een keer niet op, laat maar gaan die. Nee. Normaal niet, nooit gehad ook. Dat je dacht van, ik ga weer 6 weken op de bank zitten. Nee. Ik vond het echt helemaal zo'n toernooi. Dat is echt het, goed, in principe is het hoogste wat je mee kunt maken. En wat ik zeg, je zit op de bank achter Van der Sarre. Alleen tijdens het EK in 2000 had je dan ook een gevoel, er hoeft maar iets te gebeuren. En dat gebeurde dan ook. Hij raakte geblesseerd tegen Denemarken aan zijn kuit. En ik mocht invallen. Dus dat was natuurlijk op dat moment het hoogtepunt van mijn carrière, dacht ik toen. En die wedstrijd daarna speelden we... die wedstrijd daarna was Frankrijk. Toen heb je helemaal gespeeld. Ja, want hij nam geen risico en we waren al geplaatst. En die wedstrijd speelde ik 90 minuten. Het was een leuke aftal, hoor. We hebben dat even op papier gezet. Maar het was best een aardige aftal wat je toen voor je had staan, die 10 anderen. Ja. Kijk maar. In Bosveld rechtsback zie ik nu. Dat... Ja, nou goed, dat was een beetje zoals nu eigenlijk. Ja. Een beetje een soort van Dumfries. Want iedereen kent hem nog van die wedstrijd tegen Joegoslavië, denk ik. 6-1. De Bosveld shuffle. Want die, die kwam al 20 keer per wedstrijd kwam die gewoon op de achterlijn van de tegenstander. Dus die, dat was echt een lopertje. Maar dit was dus een heel aardig aftal, hoor. Met, we hebben het heel vaak over 98 gehad natuurlijk. Waar we een beetje pech hebben gehad misschien met die penalty wel of niet tegen Brazilië. Maar ik denk dat we dit toernooi ook gewoon eigenlijk hadden tussen haakjes moeten winnen. Overigens, misschien dat jouw geheugen dat ook nog weet. Het werd 0-2 in Nederland-Frankrijk. Ja, de eerste helft. Het werd 0-2, Ja, en toen werd het 0-3-2. Ja. En ja. Jij gaf een assist. Ja, dat was een van die dingen die... Die blijft hem sowieso bij. Maar ja, de keeper, wat kan een keeper doen in een wedstrijd? Die kan beslissende reddingen maken. Die kan een penalty stoppen, misschien vlak voor tijd. Of een penalty serie beslissend zijn. Of je geeft met 2-2 en helemaal die wedstrijd. Want de eerste maakte ik een beetje een foutje. Dugarry die kwam voor mij, die kopte hem in. De eerste paal. Bij de eerste paal. Ja. Ja, ik kwam te laat. De tweede was van richting veranderd. Nou, dan heb je alweer... Ik heb mijn debuut gemaakt in 99 in Brazilië. Toen kwam ik erin. En binnen een kwartier stonden we volgens mij 2 of 3-0 achter. Dus ik had toen nog een gevoel van, nou heb ik weer. 3-1 geworden. Ja, 3-1. Ja. Dit was ook zo'n wedstrijd. Waar in de eerste helft gelijk, boom, 2-0. Dat ik dacht van, nou dan speel ik ook weer een keertje. En dan krijg je dit. Cruijff maakte volgens mij net voor rust 2-1. En na de rust, de mooie Frank de Boer goal. Iedereen zit een beetje bij dat muurtje. Bernard Lama staat nog bij de paal. En hij neemt een aanloop en schiet met buitenkant links de kruising in. Van een meter of 20, 25. Ja, en toen kwam vlak voor tijd eigenlijk een...
mijn, ja, waar ik om bekend stond, mijn lange trap. Dus ik gooide de bal uit de 16 en ik gaf een lange bal op Kluivert. Die verlengde hem of die raakte hem net niet. Ja, en Sender nam ik op het slof en die schoot hem binnen. 3-2. Dat was mijn persoonlijke hoogtepunt eigenlijk. Ja, dat was mooi. Ja, nou, ik wil een ander hoogtepunt ook tellen, maar daar gaan we samen met Sorin nog over hebben straks. Over Liverpool en wat je daar hebt gedaan. Overigens, fijn dat je er bent, want normaal gesproken ben je er op zondagmorgen niet, hè? Nee, ik heb het twee keer gemist vanaf vorig jaar oktober, denk ik. Zijn we begonnen met het, het koud water zwemmen in de Loosdrechtse plassen. Dus dat doen we elke zondag. En ja, dat is geweldig. Nee, dus, sterk nog, ik heb je wel eens zien zwemmen, toen was het ongeveer -2. Ja, we zijn hier bij de Suwe. Dat is een strandje. Ja, bij de Loosdrechtse plassen heb je aan allebei de kanten heb je een rivier en de Loosdrechtse plassen. En dan, dan zit je de auto er neer en dan sneeuwt. Aan de rechterkant zijn mensen aan het schaatsen. En wij staan in een zwembroek en badpak en we lopen dan een trapje af. En dan, koud water zwemmen? Ja, dat is een beetje zo dat... dat ken jij denk ik. De afschuw op Smans gezicht. Ja. Nee, maar dat is heel populair tegenwoordig met die Wim Hof natuurlijk en dat soort dingen. Ja. Maar het is gewoon... bij mij begon het eigenlijk als een soort van leuk. De buitenlandse vrienden in Hilversum, Engelsen die er hadden overgenomen uit Engeland, uit Wales. En ik ging gewoon zondagochtend mee en goed, een beetje stoer doen in het begin, maar het is toch wel lekker. En daarna een wodkatje erbij of zo? Nee, goed, de achterklep open en halen ze de thee, koffies en cake en muffins en alles. Dus het is heel gezellig al. Ja, hartstikke leuk om te horen. Ik ga het alleen niet doen. Nee. Ik vind koud douchen al een probleem. Ja. Maar goed. Dit is geheel terzijde. Ja. Even de uitslagen van gisteren erbij nemen, van het EK. Dat zijn de wedstrijden die we gisteren gehad hebben. Wales-Denemarken, dat was uiteindelijk geen wedstrijd, maar wel fantastisch voor de Denen, 0-4. En dan gisteravond Italië-Oostenrijk, werd wel een wedstrijd, want het werd 2-1 met een moeizaam potje voor de Italianen. Jullie hebben beide die wedstrijd gezien. Mm-hmm. Jij hebt Wales-Denemarken gemist, ik heb hem gezien. Maar die Denen, dat zou mogelijkwijs eventueel onze volgende tegenstander kunnen zijn. Die hebben toch in twee potjes acht goals gemaakt. Ja, en we hebben natuurlijk vorige week Kenneth Press gehad. En toen zeiden we al van, wauw, die Denen tegen de Belgen, de eerste helft maken indruk. Als ze dat niveau een beetje halen, dan kunnen ze ver komen. Nou, we hebben het gezien. Inderdaad, 8 doelpunten. En ik vind ze voetballend wel frivol. En ze spelen ook fris. En ze durven op de aanval te spelen. En ze zijn ook tactisch redelijk intelligent. Dat ze in de wedstrijd ook nog iets kunnen omzetten. Waardoor ze zo'n Wales in de war brengen. En dan is het 4-0. En dan walsen ze eroverheen. Ja. Ik was wel onder indruk weer van die Denen. Ja, dat is ook zo. Ja. En dus die makkelijke route waar we het steeds over hebben, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje bij een EK een flauwekul. Nee, maar dat is altijd flauwekul. En je kunt voor de tijd ook zo moeilijk... kijk, iedereen is met de poeltjes bezig natuurlijk nou in Nederland ook. En je ziet met alle respect, ik weet niet of ik dat goed kan zeggen, maar je ziet heel vaak dat al een beetje zo de mensen die er helemaal geen verstand van hebben, die staan meestal bovenaan. Want ja, het loopt altijd anders en je kunt nooit iets... iets voorspellen. Je hebt het EK. Ik sta heel hoog trouwens, maar bedankt. Hoor. Oh wel, ja. Nee, hoor. Nee, maar het is altijd. Kijk, we hebben het net gehad over Turkije. Ik heb veel gehoord over Turkije voor de tijd. En dat was echt, daar verwachten we iets van. Jij denkt zo'n humeur van Soene een beetje opknappen. Nee, ja, ik kan er niks aan doen. Goed, kijk, maar dat is hetzelfde met Nederland zelf al. Op een gegeven moment is het heel negatief. Dan is het drie keer gewoon heel positief. En dat hebben we allemaal gehad toen we in de pool dus dood zaten met Frankrijk, Italië. En dan tegen Hiddinks Rusland moesten van, oké, daar hebben we die. Nou ja, en dan speel je eigenlijk de slechtste wedstrijd van het toernooi. We hebben dat gehad toen ik op de bank zat in 2004. Speelden we in principe ook een goed toernooi. Alleen speelden we tegen Portugal gewoon echt waar we kansloos. Dus gewoon een hele een off-day leek het wel. 3-1 verloren. En dat zag je misschien bij Italië gisteren ook. Dat zei Van Basten ook. Er zit altijd een wedstrijd tussen. Ja, maar laten we toch even op dat Turkije oppakken. Want dat is natuurlijk heel interessant. Omdat je hebt natuurlijk Nederland verslagen. En dat was natuurlijk een enorm verwachtingspatroon. Ook in Turkije van dat elftal. En dat is het gewoon helemaal niet geworden. Ja, dan kom je op een EK terecht met hoge verwachtingen. En die Turk had ook heel hoge verwachtingen van hun eigen ploeg. En dan kom je tegen Italië te staan. Dan denk je eerst nog, het is Italië, is heel goed. De Turken waren echt heel zwak. En de Italianen komen ook wel uit een zwakke pool, blijkt nu wel. Want die krijgen nu een beetje tegenstand van Oostenrijkers. Ja. En je ziet dan wat er gebeurt. Dat zou ook hun zwakheden hebben. Zo goed is Italië nou ook weer niet. Hè? Want de stemming over Italië, ook aan deze tafel, maar alle andere tafels, was best wel alsof we de winnaar hebben zien spelen. Ja. Nou, dat is misschien niet zo. Nee, maar goed, over de Turken zelf, hoe dat kan.
Is de manier van spelen ook? Want ik zag tegen Italië dat ze heel verdedigend speelden. Dat ik dacht van, nou, misschien omdat het Italië is. Of, ja, ze stonden volgens mij in de eerste helft al met 1-0 achter. Of was 0-0 met rust nog? Ze stonden 1-0 achter, ja. Ja, maar ik dacht, nou, dan komen ze de tweede helft. Dan gaan ze spelen zoals ze normaal gesproken spelen. Ja, dat hebben ze wel geprobeerd. Alleen dat lukte niet. Dat lukte niet. En ja, ze speelden, zoals ze tegen Italië speelden, speelden ze ook tegen Nederland. Precies dezelfde spelers op één positie na vanwege blessure. Ja. Precies dezelfde ploeg, ook precies dezelfde tactiek. Alleen tegen Nederland lukte het wel, omdat Nederland dat niet had verwacht of niet zag aankomen of iets te aanvallend speelde toen nog. Nederland stond iets te hoog met de backs en de counter en Turkije wist te scoren. En de Italianen, die lieten zich daar op die manier niet verrassen. Die zaten er bovenop. En met die druk wisten de Turken niet om te gaan. Tegen Wales ook, hoge druk, maar tegen de Turken ze hadden geen antwoord daarop. Ja. Goed, Italië-Oostenrijk was... Kijk, de knap van het ene dat ze met 4-0 winnen, want Wales heeft na een aardig begin helemaal geen enkele kans gehad. Ja. Maar Italië-Oostenrijk was dus inderdaad een echte wedstrijd. Dat is wel weer leuk om te zien. Ook Oostenrijk met Arnautovic had plots een gif, toch? Ja, en hij maakte natuurlijk nog een doelpunt. En het was buitenspel. En ik denk dat als hij iets meer geluk had gehad, en hij heeft er zelf over gezegd, van die VAR, dat is onzin. Het voetbal wordt erdoor verpest. Maar hij stond echt buitenspel en niet een beetje ook, maar wel een stuk. Dat zag je Ja, als die 1-0 wel staat, dan winnen ze die wedstrijd. En dan hebben we het hier over een enorme stunt. Ja, want dat gevoel had ik sowieso. Ik dacht, de tweede helft, enorm tegenvallen, de hele wedstrijd eigenlijk, Italië. Op dat kwartiertje na in de extra tijd, waar ze in één keer gas gaven en scoorden twee keer. Ja. Maar het was ook gewisseld. Ik zat echt te wachten op Oostenrijk. Ik denk van, nou, dit is echt het moment van Oostenrijk. En nu gaat Oostenrijk gewoon winnen. Want... Ja, omdat ook Oostenrijk in de pool zijn we ook van, eerlijk is eerlijk. Nou ja, dat stelt ook geen ruk voor, hè. En gisteren... Nee, dus nu, hoe kijk je er tegenop? Dus dat hoorde ik gisteren ook tijdens de wedstrijd van, ja, dit is wel het elftal waar Nederland heel makkelijk van won. Dus hoe sterk is dan Italië eigenlijk? Arnautovic deed niet mee. Dat scheelt het vertrouwen van de ploeg. Naar mij scheelt het toch een hele hoop. Want het is een brutale rakker, weten we allemaal. Het voegt iets toe. Ja, en de Italianen, ik denk wel dat het wel interessant wordt. Want Verratti speelde nu, hè? Locatelli speelde de eerste wedstrijd. En Verratti is weer fit en die speelde de derde wedstrijd. En die zette hij erin. En je had dus twee spelers op middenveld die allebei in de bal komen. Jorginho en Verratti. En dat zie je dan meteen terug, dat daar iets op het middenveld niet klopt. Ja. Dus ik ben wel nieuwsgierig of Mancini dan het weer gaat omzetten. Of hij het omzet en Locatelli erin brengt. Want dat moet wel gebeuren, anders wordt het te voorspelbaar. Want wat spelen zij nou tegen? Winnaar van België-Portugal. Ja. Dat is wel een aardig groepje hoor, een aardige kant. Ja. Overigens hebben we toch nog even die landenclip in Italië klaarstaan, omdat het toch nog een zeer aansprekend land blijft uiteraard. La Squadra Azzurra heeft volgens de bookmakers iets minder kans op een eindzege dan Nederland. Ook net als Nederland heeft Italië het laatste grote eindtoernooi gemist. De Italianen wonnen maar liefst 4 keer het WK, maar achter de EK-winst staat slechts het schamele cijfer 1. Een traditie binnen het Italiaanse voetbalelftal is dat de speler met de meest gespeelde wedstrijden voor het team automatisch de aanvoerder is. Opvallend feitje, de topscorer aller tijden van Italië heeft slechts 35 goals gemaakt en luistert naar de naam Luigi Riva, voornamelijk actief voor Cagliari in de jaren 60 en 70. Het meest bekende Italiaanse gerecht is onmogelijk om te kiezen, want wat ik ook zeg, ik krijg het aan de stok met een of andere boze Italiaanse nonna. Maar goed, ik denk dat pizza en pasta over de hele wereld wel bekend zijn. Scusi. Het land dat grote beeldende kunstenaars als Botticelli, Michelangelo en Leonardo da Vinci heeft voortgebracht, heeft als huidige president een Siciliaan die naar de naam Sergio Mattarella luistert. Een echte sterspeler ontbreekt in de huidige selectie van bondscoach Roberto Mancini. Maar als zijn ploeg net zo speelt als dat ze het volk ziet zingen, ja, dan is Italië nog steeds een grote kanshebber voor het EK. Nog steeds een grote kans voor het EK. Gaan we zien. Eerst even naar het begin met buitenlands nieuws. Zeker. Lentin, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met de Italiaanse kranten. Want ondanks enigszins kritische woorden hier aan tafel zijn de Italiaanse media lyrisch over de nationale ploeg natuurlijk. Want ze hebben voor de 31ste wedstrijd op rij niet verloren. Ze zijn gewoon weer door. En op de koffer staat maak ons niet wakker. Dat is misschien het gevoel dat wij vanochtend ook wel een beetje hadden toen om 6:30 de wekker ging. Maar dat zegt iets over de Italiaanse droom waarin ze nu zitten. En de titel is natuurlijk het doel. Dan gaan we even door naar de Denen. Want daar was natuurlijk Casper Dolberg de grote man. Terug in de Johan Cruijff Arena. Want dat had u misschien gemist. Maar hij speelde vroeger voor Ajax. En hij schoot er meteen 2 doelpunten in. Sully, heb jij hem een beetje gevolgd de afgelopen jaren in Frankrijk? Want daar scoorde hij wel minder, toch? Dat was wel. Het is op Dolberg, zoals in Nederland ook kritiek was op Dolberg, op zijn uitstraling. En omdat hij niet uitstraalt dat hij graag voor die club uitkomt. Dat was in Frankrijk bij Nice ook weer het geval. En hij heeft af en toe van die
briljante momenten, zoals ook in de wedstrijd gisteren, dat hij bij de eerste paal zo'n balletje met de zijkant van zijn voet erin wil werken. Dan denk je, wauw, wat een gevoel. En daarna zie je hem scoren en denk je, waarom is er geen blijdschap? Ja, dat hoort bij de jongen een beetje. Ja. Ja. Dat heet heel erg introvert, erger nog. Dat is ook wel bekend. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je zo introvert bent dat je na een doelpunt op een EK in de achtste finale niet juicht. Ja, maar hij was wel heel gelukkig, zei hij in de afgelopen. Ja, dat zie je ook wel, dat hij gelukkig is. Overigens, hij is nog, volgens mij nog geen 23. Toch, heb ik dat goed? 1997 uit mijn hoofd? Dan is hij in oktober. Ja, ligt dan wanneer de jarig is. Oktober. Ja, hij is net 23 geworden. Ja, oh. Ja. Ja, dat is vrij jong, ja. Ja, dat is ongelooflijk een loopbaan, die heeft er al voor zich. En in het buitenland ook. Dus hij van Ajax, dan ben je een nieuwe jongen in een nieuw land. Dat is toch aanpassen en dat zit toch aardig wat druk op natuurlijk bij Ajax. Dus hij deed het altijd wel aardig. Hij speelde, het is een hele aparte, beetje zo'n jongen die wat extra's heeft. Hij heeft wel kwaliteiten, maar ook in Frankrijk, zo'n trainer passeert hem toch op een gegeven moment, omdat hij na 4 wedstrijden hem niet meer kan begrijpen. En de voetballers ook denken, wat is er met die jongen aan de hand? Hij scoort niet, hij is ook niet blij. En dan raakt hij zijn basisplaats kwijt bij Nice en dan staat hij ook niet uit dat hij dat heel erg vindt. Maar dan kun je zien dat het zo belangrijk is eigenlijk, een soort van uitstraling. Want hij doet dan alsof het hem niks uitmaakt. Hij maakt af en toe een mooie goal, maar soms ook weer niet. Nee, en als je dan weggehost hebt bijvoorbeeld. Ja. En nu hebben ze het al weggegooid. Ja, weggegooid is mooi, die passie die erin. Dus dan kijken ze eigenlijk niet naar hoe goed hij speelt. Maar meer omdat hij er altijd vol voor gaat. En altijd huilend in Enschede naar die goal. En ja, dat is zijn passie. En dus dat vinden mensen belangrijk. Ja, maar ik denk, jij zegt Dolberg. Ja, zeker. Ik begrijp wat je zegt. Maar jij zegt, hij doet alsof je het niet leuk vindt. Maar hij vindt het hartstikke leuk. Jawel, hij heeft dat niet. Ja. Wat Weghorst in extreme mate heeft, heeft hij ook weer in extreme mate niet. Maar dan heel vaak gaat dan wel de doorslag geven. Als je dan zo'n wedstrijd heel gelaten speelt en je mist een paar kansen, dat die fans ook denken van en die beginnen hem dan uit te sluiten. Stel je nou voor dat ik zo aan tafel ga zitten hier en jij stelt mij een vraag en ik hou mijn schouders op en ik geef geen antwoord en het gesprek gaat verder en ik doe dat een paar keer, denken mensen ook, wat is er met die jongen aan de hand? Dus je hebt wel gelijk, die jongen zit zo in elkaar, maar het komt heel vreemd over op trainers, medespelers, supporters. Ja. Op een gegeven moment denk je toch, ik haal hem maar uit. Bij het interview na de wedstrijd. Ja, dat is totaal nul. Toen moest hij lachen aan het eind van dat zelfs de presentator zei van, kijk, is dat zo vreemd. Lach van Dolberg. Ja, want dat is al lachen bij hem, hè? Goed. Die tweede goal vierde die trouwens wel vrij uitbundig. Ja. Lukaku, daar gaat natuurlijk in België nu veel over, want Nederland zelf al speelt vanavond, maar er staat ook nog een andere kraker op het programma. De nummer 1 van de FIFA-ranking tegen de regerend Europees kampioen. Mooi potje. En Lukaku zei vooraf, om een beetje scherp te worden heb ik af en toe wat kritiek nodig, dan word ik goed wakker. En daarom heeft de Belgische pers daar maar eens mee uitgepakt. Ze zeggen, Lukaku, je bent niet half zo goed als Ronaldo, dus die staat op scherp. Dan hebben we nog een quizvraagje, die gaat over Marco Arnautovic. Hij kwam net al even langs hier aan tafel. Hij vertrok natuurlijk in 2009 van FC Twente naar Internationale. Daar won hij meteen de Champions League met José Mourinho. En dat heeft hij ook, dat wilde hij graag laten weten. Dus hij speelde met deze boodschap op zijn schoen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien aan tafel. Ja. Champions League winner. Maar de vraag is, hoeveel minuten speelde Marco Arnautovic in dat Champions League seizoen van Internationale? Nul. Ik denk 23. Weet jij het? Laat het even weten in de chat, dan komen we er zo meteen op terug. Weet jij alles over voetbal? Speel dan mee met de slimste fans. Met de slimste fans test je jouw voetbalkennis door dagelijks mee te spelen met een actuele voetbalquiz. Start onderlinge competities met je vrienden, speel badges vrij en stijg in het klassement. Download nu de app en speel mee met de slimste fans. Ik sta er net te piekeren, maar ik denk dat jij gelijk hebt. Maar ja, goed, we gaan het anders krijgen. Dat is al lang geleden, hè? Ja. Boedapest, vanavond, 6:00. Nederland tegen Tsjechië. Daar aanwezig is al Martijn Krabbenam. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Het is iets anders dan Maassluis, hè? Nou ja, met het water erbij en die prachtige achtergrond zou je er wel een vergelijking in kunnen zien. Maar het is wel iets groter en zo. Dus ja, het is wel iets anders. Is daar een oranje gevoel aanwezig? Ja, hè? Het is een enorm oranje gevoel. Kijk, we nemen nou dit filmpje op hier aan de Donau. We hadden het op de fanzone kunnen doen, in de midden in de stad. Maar dat is onmogelijk, want het wemelt hier van de Nederlanders. Enkele duizenden. En dan moesten de Tsjechen nog komen gisteren. Nou ja, die zijn wat dichter bij huis. Dus die komen straks. Ja, en dan is heel de stad vergeven van het rood, wit, blauw en het oranje. Rood, wit, blauw dan van Tsjechië in dit geval. Oranje van Nederland. Ja, die gaan bezit nemen van de pleinen die je hier talloos hebt in de stad, van de parken. En dan wordt het een groot voetbalfeest waar ze hier op rekenen.
Tenminste, voor de wedstrijd. Of het in de wedstrijd gebeurt, moet even wachten. Ja, nou ja, het is het knock-out systeem, dat weten we allemaal. Dat maakt het allemaal toch anders. Want ja, het gekke is, weet ik uit enige ervaring, dat je als speler denkt van, gaan we door of zit ik morgen gewoon thuis? Dat is het rare aan dit toernooi nu. Dat geldt voor ons ook, Kees. Of we naar huis gaan of we nog een beetje verder gaan naar Baku en Londen dan daarna. Nou ja, dat zorgt wel voor een aparte dynamiek inderdaad, ook bij dit Oranje. Want hoe moet je het nou beoordelen, hè, de eerste fase? We hebben die pool gehad. Met eigenlijk relatief makkelijke tegenstanders. Ook als je kijkt naar de ranking op de FIFA-ranglijst. Ja, nu krijg je Tsjechië. Dat is ook al geen hoogvlieger. Dus ja, er wordt wel gezegd van ja, als je Portugal had gehad. Ja, dat is al moeilijk en veel druk. Maar ik denk dat er op deze wedstrijd misschien nog wel meer druk zit. Omdat iedereen verwacht dat je van die Tsjechen wint. Ja, dan moeten we natuurlijk maar afwachten of dat zal gaan gebeuren. Maar die druk is absoluut wel voelbaar. Ook in het kamp van Oranje. Ja, want ja, over de Tsjechen is al veel gezegd en geschreven. Want die spelen saai en die spelen... Enzovoort. Die hebben maar één hele goede speler, dat is Chic, die topscorer. En de boer doet maar wanhopige pogingen om dat optimisme in Nederland te relativeren. Ja, tuurlijk. Nee, want je moet heel gedisciplineerd spelen en heel scherp zijn. En het is een hele goede ploeg. Weliswaar zonder echte sterren. Ze hebben er twee. Hè. Jij noemde Chic en ze hebben ook die jongen nog van West Ham United. Maar verder is het een hecht elftal dat het zo moeilijk zou maken. Maar kom op, hey. Ik bedoel, wat voor topspelers hebben ze nou? Hetzelfde geldt Denemarken in de volgende ronde. Daar wordt nou ook al heel opgewonden over gedaan. Denemarken echt een hele goede ploeg. Maar ja, dit is geen enkele. Wat voor topspelers hebben ze? Dus dat is toch ook niet iets waar je heel zenuwachtig van hoeft te worden. Het probleem is wel dat je het alleen even zelf nog moet doen. Maar als je dan gisteren de boer hoorde en Frenkie de Jong tijdens de persconferentie, werd er natuurlijk ook naar gevraagd. Waar die ontwikkeling nou in zit. Nou ja, zij voelen die zelf wel. En die herkennen momenten in wedstrijden. En ook wel hele wedstrijden waarin het steeds stapje voor stapje ietsje beter ging. Ja, en dat moet Van Davelt een vervolg krijgen hier zo in de Puskas Arena. Jij was het, denk ik, onder meer samen met vriend en collega Valentijn Driessen. Die zei van, eigenlijk moeten we wel gewoon doorstomen naar de finale. Dat was wel over jouw verwachtingspatroon nu, hè? Ja, halve finale dan maar. Halve finale, ja, dat moet toch mogelijk zijn, toch? Ik bedoel, als je nou van tevoren dit schema bekijkt en je zegt, nou, het gaat zo en zo, dan kom je die en die tegen. Nou, ik denk dat de boer er meteen een handtekening onder had gezet. Dus ja, nu is het eenmaal zover en dan kun je niet zeggen van, ja, dat worden toch hele moeilijke, zware dobbers. Nee, ja, normaal gesproken, als je kijkt naar de elftallen die je hebt, dan zou je gewoon deze twee wedstrijden moeten winnen. Dat is toch niet iets om voor weg te lopen, lijkt me. Nee, overigens, met wie gaan we dat doen? Dat is de altijd terugkerende vraag. Wij gaan hier straks met Sander Westerveld en met Soleil nog verder over praten. Wij rekenen toch wel gewoon op Malen en De Roon? Ja, iedereen wel. Iedereen rekent er wel op. Gravenberg heeft natuurlijk gespeeld de vorige wedstrijd. Was natuurlijk voor het eerst voor hem. En ja, maakte geen verpletterende indruk, is de algemene opinie. Ja, en De Roon, de boer heeft al vaker gezegd tijdens dit trainingskamp en deze wedstrijden. Dat je gewoon een speler zoals hij nodig hebt. Zeker in het systeem, omdat hij een van de weinigen is die het altijd speelt en die het op zijn duimpje kent. Ja, dus zeker in zo'n topwedstrijd als tegen die Tsjechen, dan kan ik me goed voorstellen dat hij een beetje voor die zekerheid van De Roon kiest. Ja, en Malen, de tandem Malen, de Pai, ja, daar hebben we toch al een aantal goede dingen van gezien de vorige wedstrijd. Hij hield natuurlijk wel een slag om de arm nog, de bondscoach, door te zeggen van ja, je kunt ook met de Weghorst beginnen en je gaat in kleine ruimte spelen, dus daar heb je er misschien ook wel wat aan. Normaal gesproken, en we hebben de opstelling nog niet, we moeten nog even achteraan bellen, maar dan kun je er wel van uitgaan dat Malen zal gaan spelen naast de Memphis. Ja, wacht even, achteraan bellen, dag van de wedstrijd, ben je nog even een speler op om te vragen, doe je mee? Nou, spelers, jij weet toch hoe het werkt, Kees? Je hebt toch ook nog een Omveld en andere mensen en zo? Je kan toch een beetje her en der informeren of ze wat hebben gehoord of zo? Ja, ik hoop dat je het al gedaan had, hadden we het zeker geweten, maar dat ga je straks lekker doen. Normaal belde ik jou, maar ja, dat kan nou niet meer. Heel goed. Nou ja, de spanning zit erop, dat is alleen maar leuk. Heb je gisteren nog gezien hoe Oostenrijk toch nog een aardig ploegje bleek te hebben? Ja, dat viel niet tegen. Hè? En we zaten die wedstrijd te kijken in zo'n park hierachter met een enorm scherm. En allemaal Tsjechen en Hongaren. En ja, de sympathie lag ook wel een beetje bij Oostenrijk met wat Italianen uitgezonderd. Maar die maakten er wel een echte wedstrijd van. Dus de Italianen moesten wel even diep gaan om dat te winnen. Ja, misschien heeft het ook wel te maken met die volgende, die groepsfase, die knock-out, alles of niets. Dat er toch een soort extra spanning met zich meebrengt. Hè? Het frivole wat de Italianen natuurlijk in de groepsfase hadden. Ja, misschien kan dat ook wel helemaal niet in zo'n belangrijke wedstrijd. Maar toen die goal er eenmaal in lag, ja, toen zag je wel weer waar ze toen in staat waren. En laten we toch gewoon blij zijn dat die Italianen door zijn, toch? Is toch leuk voor het toernooi? Hè? Straks Italië, België, Portugal. Ja, prima toch?
Zeker weten. Ga lekker aan de slag. We lezen wel op een van de sites als je het opstelling definitief hebt. Maar we gaan dat we juist zijn geïnformeerd tot dusver. Dankjewel Martijn, mooie dag hè. Yes, thanks. Hoi hoi. Ja, dus, wat zat je te lachen onderweg? Oh nee, Martijn is al 20 jaar het zonnetje in huis bij VI. Dus dan, het is mooi om te zien altijd dat hij zichzelf blijft. Ja, nee, die is absoluut zichzelf, ja. Ja, dat is mooi om te zien. Dus dat, daar lacht ik een beetje op. En ook op, over het, dat merk je om je heen zo, dat je zomaar doorstoomt naar de halve finale. Ja. Terwijl je eigenlijk helemaal niet bezig moet zijn. Dat weet je als speler ook. Ja. Zodra je dat gaat doen, dan lig je er vaak uit in de volgende ronde. Dus, ja, als je nou gaat denken aan Denemarken, dan is het... maar dat is misschien een goed voorbeeld, die wedstrijd van gisteren. Ik denk dat heel Italië en die spelers ook dachten van, nou ja, Oostenrijk... dat dacht ik ook, ja. Ja. En moest kijken hoe wat voor moeite. Ja, en je hoeft maar een cornerbal tegen te krijgen, hoe goed je ook bent. Je krijgt een cornerbal tegen, een vrije bal. Je komt met 1-0 achter. En iedereen gaat voor de goal hangen. En dan wordt het toch heel lastig. En er zijn zoveel dingen, ben je van afhankelijk. In de vorm van de dag. Ja. Iedereen voelt zich goed. En in één keer, ja, ik heb mijn dag niet vandaag. En als er te veel zijn. Ik weet dat Van Basten altijd zei, geloof ik, ik gezegd, je hebt altijd één slechte wedstrijd in het toernooi. Eén keer dat je denkt van, hoe kom ik hier aan het einde? En misschien was dat wel gisteren het geval bij Italië, wat dan goed is afgelopen. Maar dat kom je wel tegen, hè? Ja, en dat heeft Nederland eigenlijk nog niet gehad, hè? Nee, ook geen uitzonderlijke wedstrijden, maar nee, nog niet gehad. Nee. Dat klopt. Ja. Nee, en het is ook nog niet uitzonderlijk. En dan zeggen ze zelf ook echt, dat was een voorbereiding waar we al eerder zeiden, dat EK met Frankrijk en Italië, dat je dan 3-0, 4-0 won. Dus het is ook nog niet echt fantastisch geweest. En dat weten ze zelf ook, en dat kan natuurlijk altijd beter. Dus het is ook nog niet zo dat die spelers denken al van, nou ja, we hebben het al gewonnen. En dan moet ik eerlijk zeggen, hadden we in 98 of 2000, dan had je dat gevoel wel in het team, eigenlijk vanaf dag 1 al, van dit is zo'n goede groep bij elkaar, dit is echt, we moeten winnen en we gaan winnen en we zijn het beste. En dat, ja, maar goed, dat hebben ze nou niet, dus misschien is dat een voordeel. Omdat ze er echt iets voor moeten doen. Je zag net die elftalfoto uit 2000, alleen maar wereldtoppers. Ja. Als je dit elftal gaat bekijken, we hebben het over Dumfries alsof het een wereldtopper is. Maar bij de Tsjechen speelt ook een rechtsback, die speelt in de Premier League. Die speelt toch op een niveau hoger. Ja, weet je wel, als je het elftal tegen elkaar af gaat zetten, is Nederland wel beter. Die hebben Frenkie de Jong en Memphis en Wijnaldum. Maar het is niet een elftal vol met wereldtoppers. En ze zijn ook niet echt getest nog, dus ja. Je moet het maar zien. Als ze tegen een tegenstander komen die wel goed geprobeerd staat en het wel lang 0-0 houdt. Dus ja. Nou, we hebben natuurlijk enorm optimisme, want zo gaat dat, hè? Dat zei het begin al. Eerst niks, dan alles. Er zit niks tussen. Dus hebben wij Matthijs de straat opgestuurd. Oh jee. Ja. En hij heeft gevraagd wat het volk vindt van de kansen van Nederland. Als u een voorspelling zou moeten doen, hè? Nederland-Tsjechië, wat zou u dan zeggen? 1-0 van Nederland. Ik denk als Nederland ze onder druk kan zetten, dat wel... dat ze gauw kunnen scoren, denk ik. Met de kwaliteit wat Nederland heeft, dan moet dat wel lukken, denk ik. Maar dat is wat ik denk. Ja, we hadden slechter kunnen treffen, denk ik, in de achtfinale. Ja. Ja, als u een voorspelling zou moeten doen? Nee, dit wordt wel 2-1 zeker. Ja. Ik denk wel dat hij weer met Malen gaat starten in plaats van met Weghorst. En ja, achterin nogal toch nog kwetsbaar met het counteren. Ja. Dat is een beetje mijn angst. Dus jij ziet eigenlijk wel wat positief tegemoet de rest van het toernooi? Ik denk het wel. Een beetje opletten voor Patrick Schick nog voor wereldgoals. Ja. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Ja, het gaat lukken. Nee, inderdaad. Nederland wordt Europees kampioen. Nederland wordt Europees kampioen. André Ooyen zei het ook. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Als André Ooyen dat zegt, dan is het waar. Lentin, je had een kijkersvraag. Ja, zeker. Want... we gaan het even hebben over de penalties. Daar is natuurlijk deze week veel over gegaan in de media. En dan met name over de vraag, gaat Frank de Boer een Van Gaaltje doen met Tim Krul en Maarten Stekelenburg? Maar dat is inderdaad ook de vraag die David Kers aan jou heeft, Sander. Verwacht jij dat? Ja, dat is een beetje lastig. Want ik heb ook inside information. En ik weet niet hoeveel mensen kijken. Maar kijk hier. Miljoenen. Ik heb gehoord, op de besloten training hebben ze van de week een wedstrijd gehad met penalties. En daar stopte Krul, die stopte 3 van de 5 penalties. Maar die verloor de serie omdat Maarten de 4 stopte van de 5. Kijk. Dus het is, maar ja, dat is de training. Kijk, Frank de Boer scoorde in 2000 tegen mij alle penalties. Maar ja, goed, het zegt misschien meer over mij dan Toldo, maar die miste de 2 in die wedstrijd daarna. Maar, dus wat dat betreft... was die training van de week waarbij ze een kwartiertje hebben getraind. Ik denk het wel, ja. Ja, weet jij zeker. Dus jij weet de uitslag. Nee, maar goed, kijk... Stekelenburg stopte de 4 van dadelijk, dat is gewoon nieuws. Stekelenburg, die is ook goed in penalties. Alleen, ja, dan krijg je toch een Krul of die
net iets beter is. En op het moment... En mentaal, hè, dan komt er iemand in. En dan kijk de tegenstander van... Die, ja, nou, we hebben het over Tsjechië misschien, als het gelijk blijft. 3-3, 0-0. Ja, dan gaan ze misschien toch kijken van... Hey, want het is allemaal mentaal natuurlijk, penalties. Ja. En ja, als ze dan toch iets... Als je het iets kan verschuiven, dat ze iets de angsten insluit bij de tegenstander, ja dan... Dus ja, het kan maar zo, maar het hoeft in principe niet. Vroeger hadden we misschien een groot verschil. Kijk, Cillessen heeft natuurlijk niet een record zoals Krul had. Dus dan misschien was de keuze wat iets makkelijker geweest. Maar nu, ja, nu ben ik echt benieuwd. Was je overigens niet erg verbaasd over het plotseling wegvallen van Cillessen? Ja, en mijn grote vraag is eigenlijk, ik weet niet of ik het nieuws gemist heb, maar misschien weet jij dat. Weet iemand wanneer Cillessen weer negatief was? Nee, dat weet ik niet. Maar dat weet niemand volgens mij. Ja, dan moet Cillessen zelf melden dan. Want, ja. Nee, maar ja. Ik bedoel... Ja, daar gaan we allerlei verhalen over. Dat is een sneu ervan. Dat is typisch nee, maar ik vind, ja, het is. Ik denk wel dat het meer aan het moment lag en aan de situatie. Ik denk dat Frank de Boer wist, met Stekelenburg kan ik het ook. Ervaren keeper. En ik denk dat de keuze in principe iets makkelijker is voor hem heeft gemaakt. Want ik denk niet dat hij in een andere situatie Cillessen naar huis had gestuurd. Maar wat ik zeg, ja, voor hetzelfde geld is hij 2 dagen daarna was hij alweer negatief. Maar dat weet niemand eigenlijk. Of ben jij verrast door die? Ik ben verrast door die uitslag. Stekelenburg stopt er 4 van de 5 en Krul 3 van de 5. Ik zou ook zeggen dat Stekelenburg goed is in het stoppen van penalties, eerlijk gezegd. Dus, zou je zeggen? Ja, dat zou ik zeggen. Op basis van zo'n prachtig te denken, maar misschien gaat iemand me helpen wanneer in grote Ajax, Feyenoord, volgens mij. Feyenoord-Ajax. Wat was het Feyenoord-Ajax? Maar hij heeft natuurlijk jarenlang op de bank gezeten, ook in de Premier League. Dus ja. Dat hebben we hem niet gezien. Maar het is wel een jongen die een présence heeft in de 16, vind ik persoonlijk. Ja. Verder heb ik goeie geen verstand reactie, van. Goede reactie, goede reads. En ja. Als je lang wacht, dan... Maar Thibaut Courtois is ook al bezig met Ronaldo. Hè? Die vertelde hij gisteren in een interview, zag ik op de Belgische zender, dat hij al een paar dagen bezig is met het bestuderen van de penalties van Ronaldo. En ja. Of hij iets kan vinden om maar een voordeel uit te halen. Want hij mist bijna nooit Ronaldo natuurlijk. Ja, dat dus dat is toch wel een thema, hè, voor zijn keepers. Ja, dit is wel heel belangrijk. Want ik had een keeperstrainer in de tijd dat wij met Real Sociedad bijna de league wonnen. En toen had ik ook een serie waar ik een aantal penalties stopte en een paar penalties vlak voor tijd. Dus dan ben je echt beslissend. Dus dat is zo belangrijk. En dat was echt de keeperstrainer. Die stuurde je geen filmpje van hier, dit is Ballack. 10 penalties van Ballack. 3 boven, links, rechts, onder. Nee, hij zei echt van we hebben Fernando Torres en Figo. Fernando Torres, als hij recht op de bal afloopt, dan schiet hij hem altijd links in de hoek. Als hij met een boogje staat, dan schiet hij hem daar. Figo, als hij in één keer doorloopt, schiet hij hem links. En als hij halverwege stopt, dan wacht hij en dan schiet hij hem daar. En nou, ik had tijdens die wedstrijd had ik die penalties en dan zie je hem gewoon lopen. En ja, ik stop die penalty daardoor. Ja, dat is wel heel beslissend. Kijk, dat is net met Courtois. Als je iets kunt vinden in die jongen, die schiet hem niet zomaar links en rechts. Er zit altijd iets in. Hij vertelde over de manier waarop je zijn voeten zet. De manier waarop hij inderdaad aanloopt. Is er iets in zijn routine wat opvalt? Zit er vastigheden in? En wijkt hij soms af als hij een ander pakt? Ja, ze zeggen heel vaak. Dat soort dingen, echt op hele kleine details. Ja, ze zeggen heel vaak op de manier hoe je je linkervoet neerzet. Ja, dan kun je al niet meer in die andere hoek schieten. Dus als jij... Ja, als je het kunt zien en je blijft heel lang kijken en je ziet dat gebeuren, ja, dan... Maar de meeste keepers duiken gewoon links of rechts. De meeste keepers die denken van, nou ja, goed, ik probeer wat. Of ja, de ene die gaat te snel. Dat vind ik eigenlijk het ergste. Want soms dan zie je keepers en denk je van, die gaat veel te snel. Over keepers gaan we zo even hebben. Maar je hebt nog een kijkersvraag, hè? Ja, die gaat over de nemers. Want wie verwachten jullie dat namens Oranje een strafschop gaan nemen, stel dat het daarop aankomt? Ja, want voorlopig moeten we nog 90 minuten, dan moeten we nog verlengen en dan strafschoppen. Ja, want we hebben net over de keepers dan gehad. Van, ja. Oh ja, is goed, 3 gestopt en Maarten Stekelenburg 4 gestopt. Wie missen dan? Dan zijn er aardig wat geweest die gemist hebben. Dus dat is misschien ook niet echt een positief gevoel. Het is dat je het nu zegt, maar dat is sorry. Dat zijn er wel heel veel die het gemist hebben. Zeker. Ja, maar goed, je weet ook niet... 7 van de 10 begrijp ik hieruit. Ja. Maar nogmaals, in de training is de eigenlijk... je kunt techniek oefenen. Je hebt de inside-informatie, want ik zit te denken, hoe kom je nou aan die informatie? Maar je werkt natuurlijk nog steeds bij... Ja, ik werk bij de KNVB. Ja, je werkt bij Nederland onder 17, toch? Ja, dat klopt, als keeperstrainer. Nee, maar dit was een beetje toevallig. Er was niet iemand op het veld, geen trainer die ik ken. Soms heb je wel zo'n vliegtuig die overvliegt en dan... Wat was je vraag ook weer? Nou, ik heb toevallig even tussendoor opgezocht, Stekenburg en strafschoppen. Ja. Hij heeft er dit seizoen 3 tegen gekregen. Eentje daarvan hield hij tegen van Leroy Fer. En Gustafsson en Yazici van Lille hebben wel gescoord.
Daarvoor heeft hij trouwens namens Everton, Aguero en De Bruyne gestopt als strafschop. Kijk. Dat is op zich een mooi rijtje natuurlijk. Zit er naar België moeten. En dan komt er nog een vraag binnen en die gaat over Nederland-Tsjechië in 2004. Daar gaat het natuurlijk de hele week al over in de media. De wissel van Arjen Robben. Ja. Die kwam op de bank te zitten en daar zat ook ene Sander Westerveld. Ja. Hoe heb jij dat meegemaakt? Ja, ik had het op dat moment niet eens door. Kijk, ik ben keeper en keeper, dan heb je de back voor en voor de rest tactisch. Ik wist nooit of de 4-2-2 of 4-3-3 of 5-3-2. Dus ja, die wissel, ik zat te kijken en dacht, nou ja, goed, oké. We stonden voor volgens mij en de middenvelden erin. Maar ja, eigenlijk na de wedstrijd, dan verlies je. Dan merk je pas in de kleedkamer eigenlijk hoe erg het was. Want dan staan spelers op, die beginnen te schelden. En het was één grote... Ik zat echt met de oren te klapperen na die wedstrijd. Dat ik dacht, van nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hoe er gereageerd werd na de wedstrijd. Dus toen had ik wel door hoe erg het was. Alleen, goed, het zijn allemaal van die dingen. Voor hetzelfde geld, middenvelder erin en je wint die wedstrijd. En... Ja, ik zei gisteren al, ik was van de week bij advocaat. En die zei op de dag dat die wedstrijd zoveel jaar geleden was. En die zei van uit zichzelf, Robben was ook niet fit. Want die had dan blessure voor die tijd. En ik denk, laat ik hem nog sparen. En ja. Beter om. En dat was de overweging. Dat was voor mij nogal makkelijk. Maar het pakt iets anders uit. Ja, en Nederland heeft natuurlijk altijd, als je 1-0 voor staat, is het heel Nederlands om dan toch die tweede goal te maken. Terwijl ja, als je een Italiaans of een Portugees elftal hebt, is het 1-0 en dan gelijk terug. Dus ik denk dat in Portugal of in Spanje of in... Daar hadden ze precies hetzelfde gedaan misschien. Alleen Ronaldo wordt niet gewisseld. En Ronaldo wordt niet gewisseld. Die wordt echt niet gewisseld. Klopt. Nee. Overigens, in Nederland zouden we gisteren niet tevreden zijn geweest als ze... met zo'n wedstrijd hadden gewonnen op het nippertje van Oostenrijk. Italië zegt dus, maak ons niet wakker. Prachtige kop trouwens. Oftewel, laat ons dromen. Dat is toch wel een verschillende beleving van de voetballerij. Nou, de enige in 2010 hebben we dat gehad volgens mij, vind ik. We waren in 2010 eigenlijk, Afrikaal verloren. Dat we eigenlijk bijna geen wedstrijd goed gespeeld hebben. Maar wel elke keer erdoor kwamen dat we op een gegeven moment zeiden van... ja, we spelen altijd goed en we verliezen de finales. Dus misschien is dit wel de manier. En we speelden een hele slechte finale eigenlijk, maar heel verdedigend. Maar toch kregen we de kansen met Robben om te winnen. Dus misschien was het toen een beetje dat de mensen gingen denken van misschien moet het niet altijd zo aanvallend zijn. En dat hebben ze nou denk ik weer. Maar ja, de Italianen zijn ook wel verwend, want in de groepsfase wat ze lieten zien, dat was ook gewoon on-Italiaans. Ja. En ja, dit is eigenlijk heel Italiaans wat ze nu doen. Dus, nou, Lentin zei het, wees er nog even op. Ze hebben nu een wereldrecord gevestigd geloof ik als het gaat om ongeslagen zijn. Ja. Dat is toch ook ongelooflijk. Ja. Ja, en je ziet waar ze vandaan komen, uitgeschakeld door Zweden. Ja, Mancini dus, heeft het echt het roer omgegooid en die heeft geweldig gedaan natuurlijk. Ja, en met gisteren ook weer die back die uitblonk, die Spinazzola, die toch bij allebei de goals van Italië weer betrokken was en ook man of the match werd. Dat is toch wel opvallend, zo'n jongen die op zijn 23e pas in de Serie A terecht kwam. Ja, ja maar gek is, dat is hij al een hele tijd. Wij hebben hem ontdekt in die vriendschappelijke wedstrijd, of die wedstrijd in Amsterdam. In Arena, ja. De Arena, waarbij hij maar bleef lopen en van onze kant tactisch niet weer ingegrepen. Ja. Maar daarna moet dat toch een bekend fenomeen zijn geweest. Maar hij doet het in het toernooi opnieuw, herhaaldelijk, en hij wordt niet aangepakt. Ja, de Oostenrijkers deden dat op zich wel goed. Die hadden dat wel opgelost aan die kant. Alleen... vlak voordat ze de 90 ingingen, werd de speler die hem dekte, werd aan de andere kant gezet en kreeg je meer vrijheid. Maar als je de goals ziet van Italië, moet je maar heel erg, als je terug gaat kijken, moet je op hem gaan letten waar hij staat. Hij stond weer op hele vreemde plekken bij de opbouw van die aanvallen van Italië. Dat verwacht je niet bij een jongen die aan de linkerkant staat als back. Hij stond weer helemaal aan de rechterkant. Ja. Dus hij loopt echt dwars door dat elftal en heeft die vrijheid ook gekregen van Mancini. En dat brengt tegenstanders in de war, want wie pakt hem op? Hoe pak je hem op? En dat is elke keer een vraagstuk voor het trainen van de tegenstander. En je denkt, dit is de oplossing. Maar dan heeft hij dan weer een oplossing. Want dan gaat hij gewoon aan de andere kant lopen. Dus het is ook wel heel leuk om te zien bij de Italianen. Dat hij een soort van vrije rol heeft als linker wingback. Ja, heel apart om te zien. Ja. Even kijken naar de opstelling van de Tsjechen vanavond. Misschien kun je er nog iets over zeggen, de verwachte opstelling. Want je zei het net al een beetje. Ze hebben heus nog wel kwaliteiten. En nou ben ik ook alweer bagatelliserend bezig. Kun jij die licht op laten schijnen, sorry? Nou ja, als je dit elftal bekijkt, Koeval, kennen we natuurlijk allemaal van West Ham. Dat is een aanvallende rechtsback die flank heen en weer gaat. Suček, die staat nu aan de linkerkant opgesteld, maar die staat meer in het centrum vaak. Die heeft lengte, dat is een beetje een Fellaini-achtige speler die kopkracht heeft en die enorme meters maakt. En dan heb je Sheik. En de rest werkt hard, ja. En die achterhoede, Saluska en Kalas, ik denk dat 9 van de 10... Nederlanders niet weten waar die spelen. Dat hoeft ook verder niet.
Maar die zijn dan heel traag, hè, hoor je de hele tijd. Iedereen die Tsjechië heeft bekeken zegt dat zijn twee trage verdedigers. En dat lijkt me heel simpel wie je opstelt natuurlijk. Ja. Bij Nederlands elftal in de spits. Ja. Maar goed. Dat heb jij ook, want je hebt je elftal ook bekendgemaakt vandaag. Dit is Nederlands elftal volgens Sander Westerveld. Wauw, dat is een goede foto, zeg. Ja, maar wij kijken meer naar de opstelling. Ja, nee, ik hoop dat iedereen dat doet. Maar, heb je 20 jaar gevoetbald en dan wordt er zo'n foto. Ja. Ga door. Ja, nee, ja, goed. Kijk, ik hoorde Van Basten gisteren zeggen dat eigenlijk heel logisch en makkelijk zou zijn als wij dan die wedstrijd wel met 4-3-3 gingen spelen tegen een tegenstander die 4-3-3 speelt, omdat iedereen dan precies weet wat er gaat gebeuren. Goed, we hebben dit systeem met het hele EK al gespeeld, dus voor mij kan ik het ook niet meer wisselen in 4-3-3. En ik denk wel, kijk, Gravenberg vind ik sowieso. Ik vind het voordeel wel aan het EK nu is dat je echt de hele tactiek kunt veranderen. Je hebt niet die drie wissels, misschien een spits erbij of een verdediger als je voor staat. Je kunt hier echt gewoon tactisch alles omzetten. Dus je kunt je hele elftal wisselen. Ja, je kunt je hele elftal wisselen. Ja. Ja, dus je kunt beginnen met wie je wil en als er iets niet goed gaat, dan wissel je dat. En ja, Gravenberg, denk ik, een jonge speler die het echt fantastisch heeft gedaan in de eerste wedstrijden. Nu, ja, de laatste wedstrijd misschien iets minder. Ja, en nu komt de druk erop en dan heb je Drone in de Serie A die weer terug is, die heel belangrijk gaat zijn voor het Nederlands elftal, denk ik. En Malen, wat we al eerder zeiden, dat is gewoon een spits die heel snel met die verdedigers. Ja. Dit is net zoals je nou tegen Italië zou spelen. Zal je misschien ook eerder met Malen gaan spelen tegen Portugal. Als je Weghorst en Pepe hebt, ja, dan heb ik liever Malen en Pepe en Chiellini. Dus ik denk dat in ieder geval zo gaan beginnen. En dan tijdens de wedstrijd kun je nog wat gaan veranderen. Goed. Dit is de opstelling, hè? Ik denk het wel. Het zou wel het meest logische zijn als Malen wordt opgesteld. Want dan heb je ook nog eens een breekijzer om in te brengen. Want die is niet aanwezig nu Luc de Jong is weggevallen. Dus dan heb je met Wout Weghorst eventueel nog een soort van nucleaire optie. Plan B. Dus een lange ballen. Een nucleaire optie. Ja, zo noem ik dat. Ik schiet mij even te binnen. Ik sta naar je te kijken. Zijn je niet intussen dat je naar de Belgische tv kijkt? Ja, ik kijk vaak naar de Belgische televisie. Ja? Ja, wil je weten waarom? Ja. Ja, ik kan eigenlijk sommige commentatoren niet meer aanhoren. Die vind ik zoveel informatie geven dat ik op een gegeven moment hoofdpijn krijg ervan, letterlijk. Dus dan ga ik naar de Belg. Die zijn iets bedeester en bedaard. En het gaat daar ook meer over tactiek in de rust. Dat vind ik fijn. Ja. Wie hebben ze in de rust? Zoals Jan Keulemans in de week zit. Ja, maar Jurie Mulder bijvoorbeeld. Die op de Nederlandse televisie eigenlijk nooit goede vragen krijgt. En dat zich daar ook over opwint. Weet ik, toevallig. Maar bij de Belgische televisie bloedt hij helemaal open. Want dan krijgt hij vragen over de wedstrijd. Over wat er in het veld gebeurt. En bij NOS heb je ook enorme reclameblokken van 8-9 minuten. Dat heb je zelf ook meegemaakt. Ja, ja, dan heb je 2 minuten spreektijd. En dan komt er een reclameblok. En dan begint de wedstrijd. En zit je daar dan. Ja. En bij de Belgen kun je gewoon een kwartier lang heerlijk in de rust analyseren. Daarom kijken we altijd bij de Belgen. Ja, het schoot opeens te binnen. Laten we even naar de keepers gaan van het toernooi. Je bent al wat over gezegd. Je hebt ook recentelijk, dacht ik, weet niet wat het is, maar we hebben een commentaar voor jou over Stekelenburg. Daar komt het. Oh. Als we naar Oranje gaan, je hebt natuurlijk een rijk keepersverleden. Ja, voor welke keeper zou jij gaan? Want er is best nog wel wat discussie over. Ja, ik zei een maand geleden zei ik in de pers dat ik, als ik bondscoach was, dat ik Stekelenburg zou opstellen. Toen was Cielissen nog geblesseerd. Kijk, het EK is 5-6 wedstrijden. En als je ziet hoe Stekelenburg op dit moment weer presteert, is hij eigenlijk al, vroeger zei ik dat ook al, hij is voor mij de ideale keeper eigenlijk. Hij heeft alles wat een goede keeper nodig heeft. Ja, dat zei je in mei en dat is uitgekomen. Ja, en in mei zei ik al, een maand daarvoor. Okay, dus je dacht in april, dacht je het al? Ja, nee, maar ja, goed, dat is een heel. Op het moment dat hij terugkwam, je weet dat hij alles bij elkaar in principe 7 jaar misschien geen eerste keeper is geweest. Hij heeft daarna even al een half jaar gespeeld bij Southampton. Daarna is hij bij Everton, heeft hij ook wel gespeeld. 7 jaar? Ja, volgens mij las ik echt 7 jaar als eerste keeper, maar in ieder geval veel op de bank gezeten. Ja, veel, dat is zeker. Niet een volledig seizoen heeft gespeeld. Nee. Alleen ja, het blijft een keeper. En een keeper die kan het hele jaar geblesseerd zijn en vlak voor een EK fit zijn. En die heeft geen wedstrijdritme nodig eigenlijk. Dat zijn 5-6 wedstrijden. We hebben, dat zeg ik ook altijd tegen mijn zoon altijd, van als die weer ergens wakker van ligt of we hebben verkeerd gegeten. Je krijgt maar 5 schoten op het doel. Je krijgt 4 ballen van de zijkant. Je krijgt 20 truspeballen. Dus het is allemaal niet zo met vorm. En over jouw zoon Sam? Sam, ja. Oudste, ja. Ja, die heeft getekend bij AZ, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, maar ja. Ben jij zo'n voetbalvader die hem de loop had, zeker omdat hij ervaring heeft, zo de les leed? Nee, helemaal niet. Nee, tegenovergestelde. Ja, het is heel moeilijk, want ik zie hem nooit alleen bij de wedstrijden. Dus het is heel moeilijk om dingen aan te geven. Maar goed, in ieder geval met een beetje ervaring probeer ik hem situaties
aan te praten. Ja. Wat ik vind dat goed is. Ah, ja. En wat hij moet blijven doen. Nou ja, het is lekker. Grappig. Hij zit nu bij AZ. Bizot is er niet. Nee, dat is allemaal dat is wel mooi voor Bizot en mooi voor Sam ook. En, want die speelt nou de voorbereiding mee met het eerste gelijk. En, ja. Dus ja, die leert snel en we zullen eens even zien wat Schipstrand is. Ja, nou, dus een sideline. Dat was een sideline. Dus ja. En Stekelenburg, ja. Ik wil het oversteken. We zitten nu naar hem te kijken tijdens het EK. En je denkt toch, ja, ik heb dan het gevoel als kijker, liefhebber, journalist. Want je hebt toch een aantal jaar van je carrière ook een beetje... Ja, opzij gezet. En hij zal vast goed verdiend hebben. En hij heeft er ook voor getekend dat hij de tweede of derde keeper zou zijn bij die clubs. Maar had hij niet Alain van der Sar jarenlang ergens onder lat moeten staan? Hij had het record international van Nederland zelf al kunnen, misschien moeten, weet je niet. Want ik denk ook niet dat hij ergens getekend heeft om op de bank te zitten. Sommige keepers heb je wel... De laatste jaren heeft hij bewust getekend om... Hij is met Southampton, dus met Koeman toen heeft hij getekend. Hij denkt, en bij Everton kwam hij met Koeman mee. En toen begon hij volgens mij als eerste keeper. En toen is hij een plaats heeft hij verloren. Ja. Nou ja, ik heb met hem als perschef gewerkt. En alle spelers zeiden hetzelfde. Ik heb Maarten ook recent nog gesproken in het trainingskamp, is van, hij heeft een fantastische stijl. Eigenlijk is het de beste keeper die we sinds jarenlang hebben, maar hij is nogal laconiek. Oftewel, dat is een vrije vertaling van, ja, het zal wel. Zit geen vuur in hem om te laten zien dat hij de beste is. Ja, ik vind nu van wel weer. Ja, maar hij heeft wel een tijdje gehad dat ik dacht van, ja, ik maak mijn loopbaan prachtig vol. Ja. En ik ben dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hij naar Roma is gegaan om eerste keeper. Hij heeft zijn plek verloren, toen is hij naar Monaco gegaan, maar wel om te spelen. Ja, dus ik heb niet het gevoel dat hij zo'n keeper is. Dat had ik altijd wel met Curicini bijvoorbeeld. Ik speelde bij Liverpool en in mijn 2000, volgens mij, of 2001, werd hij beste keeper van de Premier League. Ja. Alleen Chelsea kocht toen Peter Cech. Ja. Dat was ook al zo'n rare move. En hij zat op de bank en hij bleef daar 3-4 jaar lang op de bank. Terwijl hij als keeper, vond ik, bij elke Europese topclub misschien eerste keeper had kunnen worden. Bleef hij 4 jaar lang achter Cech op de bank zitten. En dat heb ik nooit gesnapt. Nee, kijk, ik snap best als jij iets ouder bent en je hebt een carrière gehad. Je zit op de bank, je traint. En of je krijgt heel veel geld. Nou ja, goed, als dat je drijfveer is, dan prima. Maar dat soort jonge keepers die dan de hele week trainen. Het is net, ik zei het altijd, zo'n Van de Horenband. Die traint urenlang en dan heb je de Olympische Spelen en dan ben je helemaal klaar voor. En dan ga je op de tribune zitten en iemand anders gaat jouw wedstrijd zwemmen. Ja. En dat gevoel heb je eigenlijk als keeper elke week. Weet je over hoeveel prijzen hij bij, dat weet jij, bij Liverpool gewonnen heeft? 5. Ja, dat is een makkelijke vraag. In één seizoen. En ja, echt alles gewonnen wat er te winnen viel. Ja, bijna. Ja, op de titel naar... dat is vrij belangrijk. Ja, maar ik herinner me de Supercup, de UEFA Cup. Twee Supercups, de UEFA Cup, de League Cup en de FA Cup. Ja, ja. Dat klopt. En de League Cup met penalties. Kijk eens aan. Belangrijk. Van wie stopt je hem? Van Johnson. Twee penalties, de beslissende van... Johnson, welke Johnson? Ja, zo'n blonde kleine spits van Birmingham City. Oh ja, nee, die ken ik niet meer. Nee. Dat gaat dan maar voorbij. Nee, die is na de carrière ook over. Ja. Nee, dat klopt. Dat was een mooi jaar. Wie zijn volgens jou de beste keepers van dit toernooi? Sorry. Ik zag Donnarumma gisteren een mooie redding verrichten. Ja. Gestrekte hand. Zeg jij het maar. Jij hebt het nee, je mag het nog niet zeggen. Ja. Eerst. Beste keeper van het EK. Ja, dit zegt al genoeg. Denken. Ja, dan kom je bij Duitsland uit en Neuer. Alleen ja, die zie je dan niet zo vaak in beeld. Nee, maar dat heb ik ook. Eigenlijk. Dus het is dit jaar is het heel lastig om echt... kijk, Neuer is een van de beste keepers. Neuer, Joris en Neuer heeft al een hele lading goals tegen natuurlijk. Hè? Ja, dat wel. Bij Duitsland ja. En ook bij Bayern München. Maar dat komt eigenlijk niet door Neuer. Maar nee, dat is een vrije kans. Dat komt door de verdedigers en de manier van spelen. Maar als je keepers moet opnoemen, dan denk je van... Ja, wacht even, die Turkse keeper tegen Italië, die maakt een hele goede redding. Ik heb er eentje. Goede wedstrijd. Ik heb er wel meer. Maar, ja, die van Zweden is juist goed bezig. Maar dat is de reservekeeper van Everton. Ja, die Olsen, ja, vond ik inderdaad heel goed. Ja. Nou, hij heeft in principe op een gegeven moment speelde hij Pickford eruit. Ja. Alleen, dat vind ik een van de beste keepers op dit moment. Maar het is weet je hoe dat meer ook omdat hij veel reddingen maakt. Ja, ze spelen natuurlijk naar achteren en de Zweden krijgen af en toe schot tegen. En je ziet hem dus opvallen. Jawel, maar het ligt ook aan de reddingen die hij maakt. Kijk, soms dan heb je een keeper die heeft een man of the match omdat hij 10 ballen heeft tegengehouden. Maar dit is echt, die wedstrijd tegen Spanje pakt hij een kopbal bijvoorbeeld met een stuit. Ja. Dus ze zijn technisch... Ja, zulke goede reddingen. Maar is het echt een hele goede keeper? Of is het gewoon voor Zweden een goede keeper? Nou ja, voor Zweden is het sowieso een hele goede. En volgens mij heeft hij een wedstrijd tegen Nederland... was hij ook een keer man of the match. Ja. Maar wat is je top 3?
Nou ja, goed, als je dus moet kijken, de beste keepers van de wereld of Europa met Neuer en die hebben eigenlijk weinig laten zien. Die hebben niet zo heel veel. Ik vind Rui Patricio, die heeft een paar echt goede wedstrijden gespeeld met heel veel reddingen ook, maar ook moeilijke reddingen. Donnarumma heeft wel het record verbroken natuurlijk, dat is met het langste na Dino Tsov, het historische record van de nul. Ja, en hij is 22, dus dat is echt ongelooflijk. Ja, die is vanaf zijn 16 de basisspeler. En aan Olsen had ik in principe ook. Ja. En dan houdt het eigenlijk al snel op. Wie had ik als derde? Nee, dit zijn ze. Pickford zie ik staan. Oh, Pickford. Ja, nou, Pickford had eigenlijk een heel heel matig jaar heeft hij bij Everton. En misschien omdat hij de laatste tijd ook niet veel gespeeld heeft, lijkt het wel of hij zich helemaal opgeladen heeft. Ik herkende hem niet meer met zijn pruik op. Hij was altijd kaal. Hij was kaal en nu in één keer zie ik hem met een heel, heel goede blonde pruik. Gaan mensen er heel anders uitzien. Ja, ik zeg niks. Ik heb wel bij de Engelsen altijd het idee dat die in een toernooi uitgeschakeld worden door een fout door van een keeper. Dat is altijd zo, dus dat kan tegen Duitsland ook. Maar tot nu toe heeft hij echt de reddingen die hij gemaakt heeft, waren ook moeilijke reddingen en echt goede reddingen op een goede moment. Momenten dat die echt wedstrijden, punten voor Engeland heeft gepakt. Hij heeft bij Everton ook wel een beetje obsessieve indruk gemaakt af en toe. Hè? Hij kan ontzettend wild zijn. Dat weten we allemaal. Liverpool is gewoon geen kampioen geworden door hem eigenlijk. Ja. Doordat hij Van Dijk blesseerde. Een beetje overdreven toch? Ik denk echt dat als je ziet dat de problemen met Liverpool dit jaar heeft gehad, was het allemaal in de verdediging. En de doelpunten die ze weggaven. Ik denk dat Van Dijk echt, ze waren het heel dicht bij City in de buurt. Dat is de schuld van Pickford. Allemaal de schuld van Pickford, ja. Ja. En ik kreeg er niet eens een rode kaart voor ook. Nee, maar dat is precies wat jij zegt. Het is heel onstuimig en heel soms een beetje blind. Dat is hij. Ook één terrein hoe hij erin springt. Maar het is wel heel gedurfd. En in Nederland zeggen ze dat ook. Bijlo, die ook heel veel aanvallend speelt. En misschien daardoor vaak geblesseerd is. En het zijn wel hele keepers met durf. Het is alles of niks. Hij is de 11e veldspeler bij de Engelsen. Zoals Louis van Gaal ook altijd over de keeper had als 11e veldspeler. Want hij kan volgens de Engelsen heel goed voetballen. Ja, maar volgens de Engelsen. En de Engelsen zijn... ik heb ook heel veel gezegd dat in Nederland wordt het een beetje overdreven. Courtois, een van de beste keepers van de wereld. Die schiet een bal met links gewoon de tribune in of met rechts. En Buffon, die komt niet eens over de middenlijn. Casillas kon een balletje passen. Maar Pickford kan meer voetballen, maar vooral echt een verre trap. Ja. En soms dan schiet hij ook gewoon de bal helemaal naar de andere kant. En Verweegt schoot hij hem in één keer achter, van de andere kant. Ja, precies. Het is niet zo dat hij meer voetbalt zoals Stekelenburg en Neuer. Die wat dat betreft natuurlijk de absolute top is, wat de keepers betreft. Maar het is meer dat hij ver kan schieten. Maar goed, dat blijkt hoe belangrijk dat is eigenlijk niet. Gewoon ballen stoppen en het meervoetballen is een extra. Ja, er is ook nog wat ander nieuws. Dat komt eigenlijk nu vers van de persen, want een nieuw affiche voor Danny Makkely. Oh, ja. Hij mag de topper tussen Engeland en Duitsland fluiten. Dat is wel een mooi potje. Volgens mij tot nu toe doet hij het goed, de finale. Ja, daar heeft het wel alle schijn van. Hè? Hij ligt wel op koers voor de finale. Dan moet hij natuurlijk wel goed doen in die kraker. En verder nog nieuws uit Frankrijk, want Achraf Hakimi is nu toch wel bijna rond met Paris Saint-Germain. 60 miljoen euro gaan ze voor hem betalen, met misschien nog wel 10 miljoen aan bonussen. En ook Donnarumma gaat waarschijnlijk nu toch wel echt naar PSG. En die gaat gratis. Ja. Koop je van de eeuw, Sander? Maar ook de raarste move van de eeuw misschien. Ik weet niet waar dat dan ligt, maar 12 miljoen euro. Een jongen van AC Milan, zijn club. Zijn hele leven lang AC Milan, zo jong gedebuteerd en dan speelt hij toch. AC Milan blijft een van de beste clubs. Dus dit jaar zijn ze heel dichtbij gekomen. Dus maar hier is toekomst... echt de financiële nood van de Italiaanse topclubs, als je dat afzet. Als dat het is. Dat is het. Ja, maar goed, hij was gratis wat dat betreft. Dus ze hebben wel onderhandeld over een contract, Milan en Raiola. Dat bedoel ik. Alleen, komen ze niet uit. Hij verdient nu al heel goed. Maar dat zegt al genoeg. Dan kies je dus voor je geld en dan denk je, dit is mijn club. Maar sorry, dat Paris Saint-Germain, dat gaat ook maar door, hè? Nou ja, ik hoor nu dat Achraf Hakimi bijna rond is. En ze hadden vorig jaar ook al een rechtsback gekocht, Florenzi. En het jaar daarvoor ook al. En het jaar daarvoor ook. En nu komt er weer een nieuwe. En het is wel een hele goede natuurlijk, Hakimi. Daar word je wel beter van. Alleen dan moet je het ook weer tegen andere jongens zeggen. Talenten ook. Ja, jullie spelen het komende jaar niet. Ik vind dat wel een beetje vreemd beleid, maar goed. Dat is maar nogmaals, met de keeper, met Donnarumma, dan kom je van... dan ga je toch naar Paris Saint-Germain. En die wilde de Champions League winnen. Maar die hebben een goede keeper. Ja, die hebben en een goede keeper naar was. Maar dan win je de Franse League. Dan komt Donnarumma. Ja, dan denk je van, als jij 10 jaar profvoetbal speelt, dan kun je die boot toch ook kopen, lijkt mij. Dan hoef je toch niet het dubbele te verdienen om bij een mindere club te gaan spelen. Ja. En Paris Saint-Germain is misschien wel een club die
op de deur klopt, maar nog lang niet. Ja, maar met deze selectie is het wel een keer moeten winnen. Als je, maar goed. Als je de drie beste clubs van Europa moet opnoemen waar je kunt werken als prof, goed kan verdienen en prijzen kunt winnen, dan hoort Paris Saint-Germain erbij. Win je dan? Ja, alle prijzen in Frankrijk, het zijn er dus 4, 5 per jaar. In Frankrijk, maar plus halve finale, finale Champions League, dan kom je wel elke keer in. Zij gaan natuurlijk voor de winnen van de Champions League. En misschien wel drie keer op rij. Dat kan gebeuren met dit beetje selectie. Als je de kans hebt op in Italië of in Engeland, dat zijn nog steeds de grote competities. Ja, dan, ik vind het heel apart. Dat je maar ook Neymar kiest ervoor, Mbappé heeft ervoor gekozen. En heel veel jongens kiezen er trouwens voor. En Wijnaldum. Ja. Overigens vanavond België-Portugal. Niet te vergeten, ook een grote wedstrijd nadat Nederland Tsjechië heeft verslagen. Gaan we dus naar België-Portugal kijken. De landenclip van Portugal. Portugal is het land dat in 2016 voor het eerst Europees kampioen werd. Extra bizar is dat ze dat deden door slechts één wedstrijd te winnen in de reguliere tijd. Eder was toen de held van Portugal in de finale tegen Frankrijk. Knap voor een spits die slechts 60 keer scoorde in zijn gehele carrière. De toenmalige held van Portugal is nu niet geselecteerd voor dit EK. Het bekendste Portugees gerecht moet wel pastéis de nata zijn. Een heerlijk luchtig gebakken pastijtje met custard en kaneel. Het oorspronkelijke recept schijnt een geheim te zijn. Nou, een niet al te best geheim schijnbaar, aangezien alle 10 miljoen inwoners van Portugal het regelmatig eten. De president van Portugal luistert naar de schitterende naam van Marcelo Rebelo de Sousa. In de jeugd was hij militant in de Acao Católico Portuguesa, een organisatie die mensen probeerde warm te maken voor het katholieke geloof. Nou, de hulp van God die hebben ze zeker gekregen, maar dan op voetbalgebied. Wat te denken van Eusebio da Silva Ferreira, de zwarte panter die de eerste gouden schoen ooit won in 1968 met 42 golazo's namens Benfica. Het hedendaagse paradepaardje is natuurlijk recordbreker puur sang Cristiano Ronaldo. De honger van de 36-jarige topscorer aller tijden van de Portugezen is nooit gestild. Wat hoorde ik jou nou zeggen? Hoop je dat Portugal een pak slaag krijgt van de Belgen? Ja, ik hoop van 5-0. En ze spelen natuurlijk op een bepaalde manier al. 2016 hebben ze toernooi op die manier gewonnen met alleen maar gelijke spelen. En ook dit toernooi weer. Een aantal brekers op het veld. En dan kijk je ernaar en er gebeurt er weinig. En dan is Ronaldo die doelpunt maakt. Dan hoop je dat het een keer helemaal open gereten wordt door de Bruyne. Wat denk je? Nee, ik hoop gewoon dat hoop te zien met de Bruyne Lukaku. Gewoon voetbal. In plaats van zo'n tactisch schouwspel. Want dat gaat het worden. Want ik hoorde de bondscoach van België bezig. En controle. Rustig afwachten, controle. Dus die gaan zich ook aanpassen. De Bruyne een rijtje hoger, of een linie hoger. Verdedigen middenvelder erbij. Dus je gaat een tactisch schouwspel zien. En dat kan natuurlijk ook heel leuk zijn met veel goals. Alleen vaak is dat dan dat je na 5 minuten jezelf afvraagt. Is dit nou waarvoor ik de 2 heb aanzet? Maar ik denk altijd van, met de Bruyne kan dat bijna niet. Want die doet toch iets geniaals waardoor we denken, waardoor iets openspreidt bij de tegenpartij. Ja, dat hoop je dan op. Dat is heel erg, je voetbalhart dat spreekt. Ja. Maar vaak valt het dan enorm tegen zo'n wedstrijd. Ja goed, we hebben allemaal denk ik genoten van die wedstrijd Duitsland-Portugal. Ja. Hoe de Duitsers ook speelden. Gewoon. Ja, dat is wel dat interessant. Is juist, die backs toen waren toen. Hè? Die Gozens en Kimmich die kwamen toen elke keer. Daar hadden de Portugees geen antwoord op. En de Semedo heeft nooit gedacht, waar loopt Gozens? Nee, en dat gaan ze nu misschien een verdediger erbij zetten, de Portugezen. Misschien gaan ze wel met 3 man achterin spelen. Ja. En dat zou kunnen. Want ze moeten iets gaan bedenken. Want als Semedo dat nog een keer gaat doen, dan wordt het inderdaad 5-0. Kan ik je beloven. Ja, vrij zware. Maar goed, gek wat ik Hongarije-Duitsland ook heel erg leuk vond. Ja. Ja, dat klopt. Maar sowieso vind ik Duitsland, de eerste wedstrijd verloren ze dan van Frankrijk. Maar toen speelden ze eigenlijk ook wel, in ieder geval zag dat die intentie die was er wel. Dat was misschien ongelukkig. Maar nu het blijft Duitsland. En die zitten ook aan de goede kant van het schema. Want ja, als je van Engeland wint, dat kunnen ze wel. Dan dinsdagavond is het Engeland-Duitsland. Ja. Met Makkeli. Daar gaan we even aan voorbij aan het nieuws van Lente. Maar dat is wel een fantastische wedstrijd om te mogen fluiten, lijkt mij. Is Kuipers eigenlijk al klaar dan? Of nee, is niet klaar. Die kan nog. Okay. Ja. Het is sowieso wel opvallend. 2 Nederlandse scheidsrechters op een eindronde. Ja. Ja. Omdat de kwaliteit kennelijk heel hoog is in de Eredivisie. Wat die 2 betreft. Maar Makkeli, dat is toch voor een scheidsrechter, dat is toch prachtig? Ja, zeker. Ja, en Makkeli fluit ook goed, hè? Ik bedoel, ik heb er geen moeite mee. Nee, en het is altijd weer met die scheidsrechters van, dan zit je echt weer van, Nederland zelf al de finale. Of juist dat ze eruit gaan, dan mag ik naar de finale. En dat is altijd zo. Nee, wij kennen de scheidsrechters goed. Het is allemaal te hopen dat Nederland op een eervolle wijze tijdig wordt uitgeschakeld. Ja, precies. Ja. Wel op tijd. Wat er wel opvalt is het niveau van de scheidsrechters. Want we hebben het eigenlijk helemaal niet over dwalingen van scheidsrechters dit toernooi. We hebben het vaak over systemen nu. Maar is dat nou vaak? Dat ze misschien...
ook toch een beetje gecorrigeerd zijn. Ja, maar zijn. Ook die scheidsrechters zijn, ook op, als je dat ziet, hoe zij trainen en wat zij allemaal doen met elkaar. En, want ze zitten ook allemaal in een bubbel en die zijn ook elke dag bezig met situaties van wedstrijden. Ze zijn ook scherp en gefocust en ze zien de situaties goed. Er worden weinig fouten gemaakt. Gisteren Italië had ik een paar keer met een zwalbe dat ik dacht van nou, goed gezien. Het sluit niet. En een herhaling denk ik van, maar dat is echt... Ze zijn goed bezig. We eindigen met een kijkersvraag. Ja, voor Sander, die gaat over Jorginho Wijnaldum, onze topscorer van dit toernooi. Jij zet hem natuurlijk vaak zien spelen bij Liverpool. Ja. Kan hij de beste speler van dit EK worden? Kan hij dat worden, ja. Wanneer word je de beste speler van een EK eigenlijk? Ik denk als je ver zijn... komt, denk ik. Als je de finale wint en allemaal de kruisingen schiet, het winnen de goal, dan ben je... Nee, ja, goed, hij is... Dus... bijvoorbeeld een aanval, bijvoorbeeld een middenvelder die blijft lopen, die al zijn werk verzet, ook nog goals maakt. En die scoort wat hij nu gedaan heeft. En zoals Klopp altijd zei, hij was de eerste man op mijn teamsheet. En je merkt pas dat hij niet speelt als hij... hoe belangrijk hij is als hij niet speelt. Ja, en dat is die voor het Nederlands elftal ook, denk ik. Hij is net dat cement tussen de stenen. En ik hoop dat hij de beste speler van het toernooi wordt. Want wordt niet iemand die in de kwartfinale naar huis gaat. Nee. Je moet de finale halen sowieso. Nou, ja, want de beste speler komt uit de finale. En vaak is dat toch de spits van de winnende team. Ja, en ik vind het echt heel jammer dat hij weg is bij Liverpool. Maar ik gun hem een mooie tijd. Ja, daar ging je na de toernooi nog een verklaring over geven. Wat heb jij gehoord van Inside Information? Nee, goed. Kijk, ik heb nu ook met... vorige week zat Pas hier, of een paar weken geleden Pas hier. Die kreeg dan niet het contract bij Vitesse. Die wilde langer. Maar bij heel veel clubs heb je boven de 30, Barcelona en Liverpool ook. Je krijgt maar Milner, Henderson, die krijgen allemaal een eenjarig contract. Als je een bepaalde leeftijd hebt gehaald. En dat in principe maakt het niet zo heel veel uit, want als je goed speelt, dan wordt het steeds verlengd. Alleen misschien wilde Wijnaldum iets langer en dat kon niet. Als de trainer Klopp week in week uit herhaalt hoe belangrijk jij bent en jij zegt net eerst op het team ziet en hij haalt dat elke week en dat blijkt niet uit de salarisstructuur, dan ga je op een gegeven moment als speler denken wat de trainer zegt en wat ik verdien ten opzichte van anderen. Ja, maar dan heb je de trainer en de eigenaar van de club natuurlijk. Ja, en ik denk dat daar ergens mee te maken heeft, want hij vond ook dat Barcelona draalde, wat langzaam was en dat Paris Saint-Germain wel meteen handelde. Ja, dat kan. Ja, maar dat was misschien ook financieel natuurlijk. Je weet de situatie bij Barcelona. Ja, maar goed. Dan kiest hij dan wel voor het geld weer, denk ik. Ja. Dan denk je op het einde van je carrière. En voor een mooie club hoor, Paris Saint-Germain, want die hebben ambities er weer. Maar zou het kunnen worden, Wijnaldum? Bij Paris Saint-Germain? Nee, gewoon spelen van het toernooi? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Nee, kijk, Modric en Kroatië is natuurlijk die verloor de finale en werd toen speler van het toernooi. Dus het kan wel dat ze kiezen voor een iets ander profiel. Maar vaak, als de Belgen de finale halen en Lukaku heeft de 7 gemaakt, wordt hij speler van het toernooi. Je moet me helpen. Werd er niet een Tsjechische speler van het toernooi in 1996? Een kleurloze speler? Nee, werd het niet Kopke of die keeper? Dieter Eils. Oh, Dieter Eils. Die was het. Het was de meest kleurloze speler van het toernooi ooit. Maar die keeper van Duitsland werd de beste keeper. Vind ik wel knap voor mezelf, ik het weet. Dat vind ik heel goed. Dat vind ik ook, heel goed. Ik kan me alleen het type herinneren, maar het klopt. Het een beetje jouw type. Dieter Eils. Ja? Toch? Ja, qua haardracht. Ik dacht dat je bedoelde de meest saaie speler van het toernooi. Nee, was echt leuk dat je er was, Sander. Succes verder. Heel leuk. Geweldig voetballen. Ja. Net zoals jou. Dank je allemaal voor deze bijdrage. Eindelijk gaat het dan vanavond weer gebeuren. Nederland om 6:00. Maar vergeet niet, daarna België tegen Portugal. Veel succes met alles en met je zoon. Dank je wel. Soleil, ook bedankt en graag tot een volgende keer. Prettige dag. Kluivert, en die komt erin! Ja! Depay doet het met de Panenka.